Ik ben Axel met het laatste crypto nieuws, oftewel jouw Blocks update. Met daarin vandaag de volgende onderwerpen. Het is tenslotte Sinterklaas, daarom ook vanuit Blocks een mooi cadeau. Splinternieuwe coin waarin je vanaf nu kunt gaan handelen in de app. Daar gaan we even kort naar kijken. Ook gaat dit een belangrijke week worden voor verschillende altcoins. En is het op dit moment al een belangrijke week voor één specifieke altcoin? Ook kijken naar de SEC versus Ripple. Dat loopt toch wel een beetje op zijn einde, de rechtszaak eindelijk. En het geld van FTX. Waar ging dat nu precies naartoe? Langzaam maar zeker komt ook daar duidelijkheid in. De grote dag, het heerlijke avondje. Het is aangebroken maandag 5 december 2022. Tijd dus om te strooien met cadeaus. Zo ook hier bij Blocks. Want vanaf vandaag hebben we namelijk eindelijk een lang verwachte coin toegevoegd aan onze app. Waar dat je vanaf nu ook gewoon direct in kunt gaan handelen. Het gaat om niets of niemand minder dan Shiba Inu. Vanaf nu dus verkrijgbaar. Vooral populair geworden. Waarschijnlijk kun je het ook uit die tijd nog herinneren in oktober 2021. Toen ging het ontzettend hard met deze coin die uit het niets eigenlijk kwam opzetten. Wist in slechts een maand tijd ruim 830% in waarde toe te nemen. Ja, dat zijn natuurlijk de betere percentages zoals we ze ook al eventjes niet meer hebben gezien. Maar de coin zelf, die is al iets ouder, 2020 opgericht door Ryoshi. Ja, heeft ook weer te maken met het hele Shiba Inu verhaal. Natuurlijk is het een van de meme coins, staat een beetje naast eigenlijk Dogecoin. Opvallend, want het was ooit bedoeld als een grote Dogecoin killer, maar op dit moment lijken ze het aardig naast elkaar te kunnen gaan vinden. Nou, wie weet hoe dat er in de volgende bullrun weer uit gaat zien, maar op dit moment ja, weet het elkaar niet te bijten in ieder geval. Shiba draait, zoals zoveel andere crypto's, ook op de Ethereum blockchain. Ja, biedt daarmee in ieder geval de veiligheid en functionaliteit ook van dat netwerk. Verder zijn er nog wel wat andere bijzonderheden aan deze coin, zoals de enorme voorraad die ervan in omloop is. Dat zorgt er ook voor dat ze uiterst goedkoop zijn. Op dit moment kost één exemplaar $0.000092. Maar alles bij elkaar opgeteld, omdat er dus zoveel van in omloop is, is die totale market cap dus toch nog ruim 5 miljard Amerikaanse dollar. Hoe kan dat nu? Er zijn 1 kwadriljoen van dergelijke munten uitgegeven. Dat bedoel ik dus met veel in omloop. Ongeveer 40% van die munten is in een eerder stadium al geburnt, oftewel definitief uit de roulatie gehaald door niemand minder dan Vitalik Buterin. Hij had een cadeau gehad. Heeft toen als gesten, zullen we maar zeggen, aan de hele community dat allemaal naar een burnadres gestuurd. En dat zorgde er dus ook voor dat die waarde toen flink wist toe te nemen. Nou, veel bijzonderheden in ieder geval over deze coin te vermelden. Verdiep je er dan ook even in, mocht je dit interessant vinden. Maar vanaf nu verkrijgbaar in Blocks. Al 2 jaar lang wordt er hevig gestreden en is het getouwtrek tussen enerzijds de SEC, de Securities and Exchange Commission van de VS, die het dus niet zo kan vinden met Ripple. Nou, al lange tijd gaande, maar nou, het moet ook een keer tot een einde gaan komen. En dat lijkt nu langzaam maar zeker ook daadwerkelijk in zicht te gaan komen. Dat heeft te maken met een reactie, een laatste reactie in ieder geval naar eigen zeggen vanuit Ripple die is ingediend. Hoe zit dat nu? Nou, de juridische adviseur van Ripple, Stuart, die heeft dat ook via zijn Twitter laten weten in ieder geval. Heeft dus gezegd dat dit eigenlijk de laatste indiening is die het bedrijf hierin doet. Vraagt daarin de rechtbank dus natuurlijk om een vonnisuitspraak in het voordeel van Ripple. Nou, verder is hij trots ook op de verdediging die al die tijd is gevoerd. En daarin benoemt hij ook nog even subtiel dat het eigenlijk niet zozeer een verdedigingslinie is voor alleen het bedrijf. Maar veel groter dan dat. Eigenlijk is het een soort verdediging voor de hele crypto sector. Zit wat in, want deze uitspraak zal hoe dan ook verregaande gevolgen gaan hebben voor die hele sector. Nou, het laatste document dat dus is ingediend, dat is de tweede gebeurd, 2 december. En daarin wordt eigenlijk vooral aangevoerd dat de SEC niet kan bewijzen wat ze allemaal roepen dus de afgelopen 2 jaar. Zoals bijvoorbeeld dat het een investeringscontract zou zijn dat je aangaat of waar je eigenlijk in investeert als je dus XRP zou aankopen. Daarnaast wordt ook gesteld in dit document dus dat de oprichters van Ripple wel degelijk het recht hadden om hun XRP bijvoorbeeld via buitenlandse beurzen te verkopen, want ook dat wordt ze nog persoonlijk dus kwalijk genomen. En ook daarin geldt dus dat Ripple stelt dat de SEC geen bewijs kan leveren, of in ieder geval in al die tijd nog steeds niet heeft aangeleverd dat dat anders zou zijn.
zeggen het volgende. Na bijna 2 jaar pleidooien, ontdekkingen en moties indienen, kan de SEC nog steeds niet de vermeende gemeenschappelijke onderneming, zoals het dan heet, identificeren. Kunnen ze niet uitleggen hoe XRP-houders op een zinvolle manier winst kunnen verwachten van de inspanningen van Ripple, oftewel waarom het dus een soort aandeel zou kunnen zijn. En ook niet reageren op het punt dat veel XRP-ontvangers helemaal geen geld hebben geïnvesteerd. Allemaal zaken die dus worden beweerd enerzijds door de SEC, maar zo stelt Ripple onderbouwing, ja, dat blijft tot nu toe gewoon uit. Nou, verder vinden ze dus ook dat de SEC niet heeft aangetoond dat een aanbieding of een verkoop van XRP, een investeringscontract dus, was wat dan weer onder die effectenwetgeving zou moeten vallen. Ook weer wat de SEC wel claimt. Nog een hele belangrijke, waar dat we het ook al eerder over hebben gehad, wat ook al eerder is aangevoerd in deze zaak, dat de SEC dus niet kan aantonen dat Ripple voldoet aan die Howey-test. En dat is dus een hele belangrijke test waarmee je eigenlijk kunt gaan bepalen waar iets ingeschaald moet gaan worden. Nou, voldoe je dan wel aan, dan zou je zomaar eens een security kunnen zijn. Volgens meerdere bronnen en meerdere geluiden binnen en buiten de sector is dat in het geval van XRP dus niet het geval. Nou, alles in ogenschouw genomen lijkt het einde zo langzaamaan dan echt in zicht te komen van deze zaak. Dat is dus niet alleen een zaak van Ripple, ik zei het allemaal, ook een groot gedeelte vanuit de gemeenschap. Dat blijkt ook wel, want Ripple heeft in deze ook de steun gekregen van veel grote en ook kleinere partijen uit de hele sector. Als bijvoorbeeld een bedrijf als Coinbase, groot Amerikaans bedrijf natuurlijk, dat ook haar steun heeft uitgesproken voor Ripple. Een groep van toch wel 70.000 XRP-holders die ook daarin mee zijn gegaan, eigenlijk kort geding hebben ingediend ter verdediging van het bedrijf. Dus ja, ook de achterban heeft hierin volop van zich laten horen. Nou, Brad Garlinghouse, CEO van Ripple, die heeft dan ook gezegd dat hij verwacht dat we begin volgend jaar een einde kunnen gaan breien aan deze hele zaak. En ook voor investeerders is dat wel te hopen. Het duurt nu al heel erg lang. En dit hele geneuzel heeft er onder andere voor gezorgd dat XRP, even bot te zeggen, weet je, de hele bullrun van 2021 heeft gemist. Nou, als we het begin volgend jaar dus echt kunnen gaan afsluiten, staat de volgende bullrun misschien wel, nou, met armen open te wachten op weer wat nieuws en wat verdere ontwikkeling. Met name natuurlijk wat betreft de prijs van XRP. Een van de grootste zaken, negatieve zaken in crypto, die zich natuurlijk nog steeds aan het ontvouwen is. Het hele debacle rondom FTX. Dus ook vandaag daar weer nieuws over. Begint weer zeer interessant nieuws te worden, want de grote vraag blijft op dit moment met name, waar is al dat geld naartoe gegaan? Waar zijn die vele miljarden naartoe gevloeid? Nou, in dit stuk begint daar dus een beetje vorm aan gegeven te worden. Want uit nieuwe documenten blijkt namelijk dat het miningbedrijf Genesis Digital Assets dus één van die partijen is waar FTX of eigenlijk Alameda Research zeer grootschalig in heeft geïnvesteerd. Alameda was natuurlijk het zusterbedrijf, eigenlijk de investeringsmaatschappij die ook weer achter FTX hing. Uiteindelijk ook de oorzaak van het hele faillissement. Dus via Alameda is er heel veel geld weggevloeid. En dat blijkt dus voor een groot gedeelte naar deze partij te zijn gegaan, zoals het er nu uitziet in ieder geval. Het is allemaal terug te vinden in documentatie die is vrijgegeven door Bloomberg. Dat hebben ze 2 dagen geleden gedaan. En daarin staan behoorlijke bedragen, want ze stellen in die documenten dus dat Genesis Digital zo'n $1.5 miljard heeft ontvangen van Alameda Research. En dat ook nog eens in slechts 9 maanden tijd. Dat ging dus heel erg hard. Verder blijkt ook als we gaan kijken naar de datums waarop dit is gebeurd, dat dat eigenlijk nog is gebeurd voordat de prijs van Bitcoin begon te zakken. Dat had toen alles te maken met de val van Luna bijvoorbeeld. Namelijk augustus 2021, uiteindelijk met een uitloop tot april dit jaar. Maar dus in die tijden dat dat toch allemaal speelde. Even belangrijk om te realiseren, Genesis Digital, dat is dus het grootste miningbedrijf in de VS. Is dus weer wat anders dan Genesis Capital. Een handelsbedrijf die had ook weer een verbinding met FTX. Die gaan namelijk waarschijnlijk zo'n $175 miljoen moeten afschrijven doordat ze dat daar gestald hadden. Maar dat is dus weer een andere partij. Dus dat moet je even goed in de gaten houden waar dat het precies om gaat. Het lijkt allemaal op elkaar. Het gaat allemaal om grote bedragen. Maar dit gaat dus om de miner. En wat hier nog extra saillant bij is dat Sam Bankman-Fried, de oud-CEO natuurlijk van FTX, dit kort geleden nog heeft ontkend dat deze, precies deze investeringen waren gedaan.
Dat heeft hij ontkend richting toezichthouders ook. Dus ja, dat gaat ongetwijfeld ook nog een staartje krijgen. Want het blijkt nu dus wel degelijk uitgevoerd te zijn. Als we ook gaan kijken naar wanneer dat dan gebeurde, is dat uiteindelijk in een viertal investeringen gegaan. Dus ja, dat kan hem bijna niet zijn ontgaan. Het ging namelijk om een investering van 100 miljoen dollar maar liefst. Dat gebeurde augustus vorig jaar. Meer dan een half miljard, 550 miljoen dollar afgelopen januari. Nog eens 250 miljoen dollar in februari. En ook afgelopen april nog eens 250 miljoen dollar. Zoals ik al zei, geen bedragen die je vergeet, denk ik zo. Uiteindelijk wist Genesis Digital ook nog 556 miljoen op te halen via twee financieringsrondes. Nou, daarmee hadden ze grootste plannen. 20.000 mining rigs aanschaffen om daarmee dus een nieuw datacenter in te gaan richten en vol te gaan stoppen met mining apparatuur. Nou, met dit soort bedragen kom je inderdaad wel een heel eind. Moet je het wel krijgen natuurlijk. Nog wat belangrijke, niet tenminste altcoins, waarvoor belangrijke tijden zijn aangebroken. Om te beginnen Axie Infinity, AXS, want die hebt het misschien nog gezien, is ontzettend omhoog geschoten. Krijgen we natuurlijk altijd weer de vraag, wat is daar in hemelsnaam aan de hand? Daar gaan we even kort naar kijken, want als we eens gaan kijken naar die koers van Axie, dan zien we een stijging van zo'n 25%. Hartstikke mooi, maar dat ook nog eens binnen een uur tijd. Dus daar moet wel iets aan de hand zijn geweest natuurlijk. Nou, dat is het ook. We wisten uiteindelijk te stijgen tot zo'n 7,71 euro per exemplaar. De hele week gekeken, zelfs een stijging van 28%. Dus dan ging het helemaal hard. Daar komt natuurlijk het grootste deel in die hele korte periode vandaan. Zorgt er ook voor dat ze wat betreft de market cap weer flink omhoog zijn geknald. Inmiddels bereiken zij op de 48ste plek. In ieder geval als je een kijk gaat nemen op coinmarketcap.com. Dat komt door een marktkapitalisatie van zo'n 879 miljoen euro. Flink dus. Nou, grote aanleiding dus voor deze meest recente grote stijging lijkt een samenkomst van ruim 600 communityleden. Het was een belangrijke samenkomst, want daarin werd namelijk ook de toekomst van het hele protocol besproken. En daarmee wordt er opvolging gegeven aan al eerdere aankondigingen van dit jaar. Want in maart werd namelijk al aangekondigd dat ze de ontwikkeling van het hele protocol en ook de beslissingen daarin, besluitvorming, flink wilden gaan decentraliseren. Dit is dus de eerste daadwerkelijke grote stap ook die richting in. Nou, die overgang naar een volledig decentraal systeem, ja, dat is nog niet zo ver. Dat gaat dus ook weer in meerdere kleine stapjes, maar dit is daar de eerste grote van. Ze hebben nu dan ook dus laten weten dat ze uiteindelijk compleet decentraal willen gaan werken. Dat zullen ze dan gaan doen door middel van verschillende leden dus uit die community. Die ze daar eigenlijk op die plek gaan zetten, dat die uiteindelijk dus besluitvorming mogen gaan doen. En dat zijn dan de leden die iets van een bijdrage leveren. En uiteindelijk moeten die dus de toekomst ook gaan bepalen. Maar het goede nieuws is, dat gaat dus niet een handjevol mensen worden. Nee, dat gaat dus om vele honderden die daarbij betrokken gaan worden. Want in de blog van vandaag staat bijvoorbeeld dat de eerste 700 van deze communityleden zijn gekozen. Om dus deel te gaan nemen eigenlijk aan deze eerste fase van die Axie Contributors, zoals ze dat dan gaan noemen. Die eerste fase wordt ook Season Zero genoemd. En dat is de eerste grote stap naar die volledige decentrale toekomst. En dat nieuws valt dus heel erg goed binnen de crypto community. Nog twee coins die zeer zeker het vermelden waard zijn, die een belangrijke week tegemoet gaan. Voor ApeCoin in ieder geval is die al van start. Want per vandaag gaat namelijk staking live voor ApeCoin. Morgen volgt in hetzelfde liedje Chainlink. Dus ja, daar staat ook nog een hoop voor te gebeuren. Koersen van beide hebben daar tot nu toe in ieder geval vrij verschillend op gereageerd. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar ApeCoin, dan zien we dat we 14 november was dat. Toch de laagste koers over de afgelopen periode aantikte op precies 2,5 euro per stuk. We zijn uiteindelijk door te stijgen naar 4,24 euro. Dus daar werd alvast goed gebruik gemaakt van het nieuws wat aanstaande is. Wat dus morgen uitgevoerd moet gaan worden. Uiteindelijk ietsje teruggezakt, maar nog steeds op een hartstikke prachtig niveau van tegen die 4 euro per stuk aan. En heeft daarmee dus al een hoop in de plus kunnen noteren. Nou, voor ApeCoin gaat dus vandaag die staking functie live. Dat gebeurt dan op apestake.io. Dat heeft in ieder geval Horizon Labs laten weten. Dat is weer de ontwikkelaar van dit hele verhaal. En je raadt het al, je kunt daarmee inderdaad je ApeCoins gaan staken. Die kun je gaan vastzetten in tot nu toe in ieder geval 4 verschillende pools.
De ApeCoin Pool, de Bored Ape Yacht Club Pool, de MAYC Pool en ook de Paired Pool. En daarmee kun je dus ook rendement gaan vangen op die coins. En dit heeft nog een ander bijzonder of in ieder geval opvallend effect op de hele community. Want als we namelijk gaan kijken naar data van Santiment, is het aantal whales sinds 12 november flink afgenomen. Dat zijn dan de adressen met 100.000 tot maar liefst 1 miljoen Ape tokens. En die enorme grote houders dus van deze tokens, het aantal daarvan in ieder geval, is met maar liefst 10% gedaald. Maar daartegenover zien we dus een hele mooie beweging, namelijk dat de reguliere consument, zo mag je het wel noemen dan, de weg naar Ape steeds beter weet te vinden. Want sinds 6 november in ieder geval is dus het aantal adressen met 100 tot 100.000 Ape tokens met ruim 15% toegenomen. Ja, dan zie je dus eigenlijk een veel betere verdeling, dat het minder gecentraliseerd, minder in één plek terechtkomt en dat het steeds meer vloeit naar allerlei kleinere entiteiten en dus waarschijnlijk ook steeds meer gebruikers van het hele netwerk. Natuurlijk voor het algemeen een hele positieve ontwikkeling voor crypto. Nou, dat is dus wat er bij Ape aan de hand is. Houd die koers dan ook dus de komende dagen goed in de gaten, want er kan dan mogelijk een hoop gaan gebeuren. En datzelfde geldt dus voor Chainlink, want ook daar gaat deze week de staking voor live. Koers heeft over de afgelopen 14 dagen ongeveer gekeken ook al mooie resultaten laten zien. 21 november, toen kostte één exemplaar nog exact 5,5 euro. Inmiddels al ruim 7 euro, dus ook daar gebeurt zeker uitgedrukt in procenten toch wel een heleboel in. En ook daarvoor gaat er dus de loop van deze week nog misschien wel een hoop gebeuren. En nu zijn de resultaten voor deze week. Hij is nog jong, maar toch alvast prima. Dat ga ik je laten zien in de koersen. Koersen op tradingview.com. We gaan natuurlijk kijken naar de koersontwikkeling van Bitcoin. Uitgedrukt in Amerikaanse dollar, data afkomstig van Bitstamp. Weekcandles dus, die we er meteen op na gaan slaan. Je ziet het hier al, het is nog jong, maar het is wel al groen. Een plus van 0,63%. Bitcoin handelt dan ook op dit moment op $17.220. Heeft dus toch die hele belangrijke grens van die $17.000 weer weten te doorbreken. Dus dat is natuurlijk goed nieuws. Waren we bovenuit gekomen, weer teruggezakt. We hebben het weer voor elkaar, we zitten er weer boven. En uiteindelijk heeft dus ook de close van vorige week daar mooi aan kunnen bijdragen. Want die sluiten we af op $17.114. Nadat we over de hele week gezien dus 4,2% in de plus weten te schrijven. Daarmee een mooi exemplaar waarmee we uiteindelijk dus definitief boven die $17.000 lijn weten uit te komen. En dat was zeker niet vanzelfsprekend. Want als we gaan kijken naar het verloop dus van deze hele candle, is dat nogal flink. We hebben een hoogtepunt van $17.250 gezien. Ja, daar zijn we nu inderdaad op het hoogtepunt met $17.418 vandaag zelfs alweer bovenuit gekomen. Maar dat was vorige week het hoogtepunt, het laagtepunt, net $4 boven de $16.000. Dus daar werd het weer even heel erg kritiek. Maar weten we toch in het groen aan de bovenkant van dat bereik af te gaan sluiten. Als we dan naar de dagcandles gaan kijken, ja, dan mogen duidelijk zijn waar dat met name vandaan komt. Hier die 30ste november, de laatste dag dus van die maand waarmee we een plus van 4,48% noteren. En ook echt weer boven die 17k uitkomen. Nou, dat werd daarna dus even spannend. Je ziet dat we de dag daarna meteen weer terugzakken naar het niveau. Maar daar aardig op beter te houden. Uiteindelijk met de close in ieder geval. De dag daarop zet die daling initieel door. Maar daarna gaan we hier een mooi hammer zien. Weet hij hem toch weer helemaal naar boven toe uit te vullen. En komen we echt weer op een topgebied uit. De close van $17.095. Ja, dat is een beetje pingpong. Want die dag daarna, de zaterdag 3 december was dat. Dan zakken we weer flink terug met 1,22%. Komen we weer onder die belangrijke lijn uit. Maar gisteren weten we dat weer om te buigen naar een mooie plus. Nou, vandaag wordt die lijn ook initieel doorgezet. Je ziet hier dus wel op de dagcandle al direct weer een hele lange wick. En naar bovenkant, daar gaan we een beetje het tegenovergestelde van deze formatie zien. En zakken we dus weer wat terug vanaf die hoogtepunten. Dat vasthouden lukt voor nu dus nog niet. Maar we zijn er in ieder geval weer even terecht gekomen. Nou, het gebeurt hier dus dat we na een aantal mooie 4 uur candles in het groen dat ultieme hoogtepunt bereiken, waarmee we dus ook bijna op die $17.500 dus weer even uitkomen. Maar ja, hier wordt dat een halt toegeroepen. Op dit moment is die beweging weer naar beneden ingezet. Maar we hebben hier deze keer dus wel wat marge. We hebben hier namelijk weer een nieuw hoge hoogtepunt bereikt. We hebben hier tot aan die $17.000 nog een paar honderd dollar te gaan. Dus langzaam maar zeker komt er wat meer vlees op. Hebben wij wat meer marge en is er misschien ook meer reden om straks aan te gaan nemen dat we deze definitief kunnen gaan houden
vanuit daar ons misschien wel weer verder omhoog kunnen gaan werken. Uiteindelijk natuurlijk de eerste grote stap zou die $18.000 zijn. Om langzaam maar zeker weer een beetje in dit gebied terug te gaan komen. Maar dat we een tijd terug ook heel lang mee te maken hebben gehad. Heel lang in vast hebben gezeten eigenlijk. Nou, dat lijkt nu alweer heel ver weg. Maar komt nu langzaam maar zeker weer dichterbij. Met name is daarin fijn dat we steeds meer afbewegen dus van deze belangrijke lijnen. En met name deze, dan zitten we alweer in de $15.000, waar dat we tot voor kort nog regelmatig mee van doen hadden. Nu hebben we dus weer een paar belangrijke niveaus weten te breken. Mochten we dit vast gaan houden, is dat een heel mooi punt. En hebben we wat minder last van deze gebieden hier. Met name van het grote gevaar dat een uitbraak hier aan de onderkant een flinke extra daling van nog enkele duizenden dollars zou kunnen gaan inluiden. En zo trappen we deze week dan weer af. Dat was het laatste crypto nieuws tot zover. Morgen ben ik er natuurlijk weer voor je. Dan ga ik je weer bijpraten over wat er de aankomende uren allemaal weer gaat gebeuren. Ik hoop je daarom dan ook weer hier terug te zien. Subscribe jezelf even als de wederweerga op dit prachtige kanaal. Dan ben je altijd als allereerste op de hoogte van het nieuws. Duimpje omhoog en of een kommetje. Laat die vooral achter. Kost helemaal niets. Wens ik je verder nog een prachtige avond. En graag tot morgen weer. Doeg!